Soms werd Noedel iets te opgewonden. Daardoor werd hij slaperig. Als dat gebeurde, krulde hij zich graag op een zitzak en luisterde hij naar verhalen die iemand vertelde. Het maakte niet uit wat voor verhalen, ze mochten grappig zijn of eng, magisch of spannend. Noedelde luisterde gewoon graag. En hij luisterde het liefst naar Emma. Emma had een zachte stem, daardoor voelde Noedel zich kalm. Het gaf Emma ook een fijn gevoel, want ze was erg verlegen. Als ze Noedel voorlas, fantaseerde ze vaak dat niemand anders haar hoorde.